Waar we hier. Dikke vette Aprilia. Minerali blokje. Oude bekende. Amper een maandje geleden verkocht of zo, 2 maanden geleden. Hele toffe gast. Hij had al vrij snel een probleem met de gaskabel die geknapt was. Ik weet niet wat verder allemaal nog gebeurd is, maar ik zag hem ergens staan. Ik kon niet later en ik heb hem weer opgehaald. En ja, het gezeik met die kickstart was al vet vaak zo met deze. En de moer die hierop zat, is veel te dik. Dit ronsel, dat als je nu dit ding aanlegt, dan raakt hij hem mooi. Maar als je deze moer erop hebt, dan raakt hij hem niet. Het is best wel kloten. En ik weet niet waarom ik het origineel spul allemaal niet bij elkaar heb of zo, maar. Ik ga deze moer maar gewoon weer platte flexen in de hoop dat het dan wel goed komt. Plat geflext. Zal die plat genoeg zijn? Ik denk het misschien nog niet. Ga het even proberen. Dan zit hij erop. Alleen bij het vastdraaien viel me ook iets op. Hij wil sowieso niet lekker mooi. Ja, hij zit wel vast. Maar volgens mij draait hij door als ik mijn best doe. Maar kijk dit. De laag is kapot, mijn jongen. Dit wordt een hele mooie revisie straks. Lekker hoor. Dikke vette speling, mijn jongen. Het is wat. Als je nou de bougiekleur bekijkt, zou je zeggen dat hij wel echt vet mooi gelopen heeft. Maar ja. Blokje mag helemaal uit elkaar. Nou heb ik natuurlijk niet zin om alles te filmen. Mooi zielig ding dit, hè. Is toch wel jammer. Allemaal gerepareerd worden. Zo hoort die voorkap niet te zijn, hè. Kijk, zit niet zoveel meer op, hè. Ik heb alles over die factory frame heen gelegd. Dikke stapel. Mooi. Niet best. En de blok is helemaal uit elkaar. Ook allemaal op een stapel. Lekker. Maar kijk, er zitten al nieuwe laagjes in. Het is mooi schoon van binnen. Mooi schoon van binnen. Dat kunnen we al wel tegen elkaar aandrukken. Nou, de kabels zien een beetje uit als een chaos. En ik denk eerlijk gezegd dat dit allemaal speelt is wat ik er zelf ooit op heb gezet. Vorig jaar of 2 jaar geleden, weet ik veel wanneer. Maar het ziet er wel wat slordig uit. Hier zit de toeter. Die hoort daarop. Dus het moet even anders. En ja, ik heb compleet nieuwe sloten voor dit ding, dus dat wordt wel mooi. En ja, dit is ook heel zielig. Afgebroken. Afgebroken. Dan hoop ik dat deze twee passen. Het zou heel mooi wezen. Kijk, nieuwe pakkings. En ik heb hier nog een kitje liggen. Dus die gaan we er maar op doen. Want ja. Dit is niet zo chill. Deze is echt kapot. Kijk dan. Dikke hap eruit. Mooi. Leuk spul. Kijk die zuiger. Gewoon een heel stuk kapot. Die zuigerveer die is gewoon afgebroken. Tjap, hap uit die zuiger eraf. Maar goed, ik heb een andere zuiger. Ziet er wel een beetje anders uit. Maar ik denk dat het wel werkt. Je ziet, die zuigerveren zijn dunner. En hij is ook iets lager lijkt het. Maar goed. Het hoort volgens mij bij elkaar bij dat setje wat hier ligt. Vanaf hier lijken ze relatief goed hetzelfde. Alleen wat mij opvalt is dat deze uitlaatpoort. Die is veel mooier, groter dan deze. Die is een stukje kleiner. Mooi.
hebben we niks op tegen. Om die tapezooi nog op, maar halen we wel even af. Deze krukas is beschadigd, man. Ik ga mooi een M10 keer 1,25 snijplaat kopen en dit wel repareren. En eerst die krukas mooi plaatsen. En als ik pech heb, dan koop ik gewoon een nieuwe krukas als die weer losdraait hier zo. Dat komt allemaal door de gekloop met die kickstarter. Het blokje is wel heet geworden. Kijk hoe zwart daar bovenop is. De rest van de krukas heeft dat niet. Het is wel belangrijk dat dat naaldlager niet helemaal speling heeft. Maar dat is nog hartstikke strak. Dat is wel goed. Je moet natuurlijk niet hebben dat gat waar dit in zit, dat het helemaal... moet natuurlijk niet hebben dat het helemaal uitgelopen is, maar dat valt mee. Hetzelfde geldt ook voor dat naaldlager. Die is ook goed. En als je hier speling al hebt, dan heb je ook sowieso de boel weer snel kapot. Maar die is ook goed. Lekker altijd, hè, die vloeibare pakking. Misschien was je benieuwd naar hoe die oude lagers eruit zagen. Je kan er gewoon doorheen kijken. Kapot. Kapot. Zijn treedapjes er weer mooi op. Ik heb hem gewoon even opgedrukt. Een paar tikken met de hamer geeft dat iets verder tegenaan zit. Nu kan ik de schroefjes even vastdraaien. Voorzichtig. Want het zit er nog niet helemaal op. Maar als het goed is... Als je het schroefdraad gewoon aangrijpt, dan kan je hem er wel opgedrukt krijgen. En er zit nu nog ruimte tussen, zeg maar. En dat zit weer muurvast. Nou ja, muurvast is overdreven, want dit hoeft helemaal niet zo heel vast. Ik heb ze kruislinks aangedraaid, tot alles goed aansloot. Je moet goed opletten dat je gecentreerd bent aan deze kant en aan die kant goed ingaan. Dan gaat hij er wel gewoon rechtop. Daarna de krukas gewoon centreren met hamer. Mooi. Als je dan een pietje precies bent, dan kan je met de voele maat aan de zijkant van beide krukaswangen kan je kijken wat de dikte is die ertussen past. En kan je hem helemaal in het centrum krijgen. Maar ja, zo pietje precies ben ik ook weer niet. Ik heb die hamer en centreerpen. Zet je dan op deze kant. Tik je een paar keer. Zet je daar op. Tik je. Tot je het idee hebt dat hij in het midden zit. En, en het draait hartstikke mooi zo. Doen we niks meer. De zuigertje die zit er mooi op. Een nieuwe piston pan clips van Polini. Cilindertjes in de kop hebben schoongemaakt. Nieuwe pakkings. Zal het even in elkaar zetten. Hij staat hierop. Er zal. Het zal. Cilindertje erop, een spruitstukje erop, een nieuw pakketje ertussen, de keringen er nog in zetten, deze twee. En als die erin zit, dan kun je dat blok even heel goed schoonmaken. De meeste zooi is er wel vanaf, maar met de hoge druk reinigen, daar gaat nog echt niet alles af. Dus ik heb mijn best gedaan, maar kan nog beter. Wel heel leuk bedacht dit, maar die gaat ergens anders op. Je moet natuurlijk niet vergeten dat dat ding een trommelrem achter heeft, hè. En die rem heeft wel hartstikke kapot. Je ziet telkens veertjes kapot geknapt. Maar ja, dit is niet voor een trommelrem. Maar voor deze project, dit project, wat hieronder verborgen zit, heb ik al eerder een rem heel afgestold. En er zit nog één goede op. En deze, die hoort niet wel op. Dat zijn dezelfde. En dus die twee gaan mooi daarbij. En deze, die gaat zo meteen op die rally. En ja, echt mazzel hoor, want bij toeval, kijk nog wat ik gewoon heb liggen. En een veertje dat heel is, mazzel.